Lang leven de liefde is een lespakket over liefde, relaties en seksualiteit. Leerlingen worden meegenomen in de wereld van liefde en relaties. Op een positieve manier leren ze hun grenzen te bewaken en veilige keuzes te maken. Het lespakket bestaat uit een film, een leerlingenboekje en een website. Ja, ik ben op dit moment zelfs verliefd. Ik vind het zelf het mooiste gevoel dat er is. Je voelt je een beetje zwakjes, maar op een goede manier. Ja, heel veel meisjes die weten niet hoe ze hun grenzen moeten aangeven. En dan gaan ze een beetje lachen en dan gaan ze een beetje opvallen, terwijl ze dat helemaal niet willen. Als ze niet verder willen gaan, dan moet je het ook niet doen. En ook niet meteen boos zijn. Weet je, ik ben homo, maar ik denk dat ik al echt vanaf mijn 12e of zo dat echt wist. Daarvoor had ik ook al vermoedens. Want ja, weet je, dan doe je nog stoer, weet je wel. Dan ga je nog bij de meisjes hangen en dan, weet je wel. Omdat dat vinden je vrienden dan ook stoer of zo, weet je wel. Nou, en op een gegeven moment, ja, dan werkt het gewoon niet of zo, weet je. Dan heb je echt zo'n gevoel van, ja, nou, ik vind je hartstikke leuk, maar je tieten staan me niet aan of zo, weet je wel. Ik heb liever iets anders, ja. Nou ja, de eerste keer, dat zou ik niet eerder dan 16 jaar willen doen. Ik vind mezelf ook nu wat te jong nog. Ik vind dat het niet uitmaakt wie de condooms koopt. Het moet gewoon gebeuren. En als de jongen het liever doet dan het meisje, dan doet de jongen het gewoon. En als het meisje het liever doet, dan doet het meisje het gewoon. Als je zonder condoom met iemand naar bed gaat, dan zit je wel van, ja, daarna achteraf van, ja, poep, nu heb ik het zonder condoom gedaan, misschien kan ik wel zo A hebben. En dan geniet je er niet meer van. En dat is gewoon heel erg zonde. Vanaf 1 december 2012 zijn seksualiteit en seksuele diversiteit toegevoegd aan de kerndoelen voor het basisonderwijs. Het is nodig dat ze het weten, hoe eerder hoe beter. En dat ze er vrijer over kunnen praten en dat ze niet zo geheimzinnig eigenlijk ermee om hoeven te gaan. Tegenwoordig op internet komen ze van alles tegen. Je kan als ouders nog proberen zoveel zeg maar af te schermen, maar ja, er is natuurlijk van alles te zien en te vinden.
Dus ik denk dat het goed is dat er op school over wordt gesproken. In ieder geval niet in een hoekje wordt gestopt. Met het vernieuwde lespakket Relaties en Seksualiteit van Rutgers WPF kan een basisschool invulling geven aan deze doelen. Het lespakket is een doorlopende leerlijn voor groep 1 tot en met groep 8. We hebben een hele tijd gezocht naar een goed programma, want voorheen zat het heel erg versnipperd. Hier een beetje, daar een beetje, bij de kleuters een beetje over mijn lichaam en in de bovenbouw zat het in de biologiemethode. Toen hebben we gezocht naar een manier, een methode om ervoor te zorgen dat we met z'n allen toch aan dat onderwerp op een gedegen manier aandacht besteden. En ieder jaar weer, dus geen los zand, maar in een mooie doorgaande lijn. Het is een leuk en gevarieerd lespakket waarbij gebruik gemaakt kan worden van het digibord. De lessen sluiten aan bij de ontwikkelingsfase en de belevingswereld van de kinderen. Het draagt bij aan seksuele weerbaarheid, een gezonde seksuele ontwikkeling en maakt kinderen vertrouwd met het onderwerp. Wat vind je een fijn gevoel? Wat vind je geen fijn gevoel? Durf je dat dan ook te zeggen? Waarom mag papa en mama je wel knuffelen en een tante die je niet goed kent, waarom heb je daar dan moeite mee? Durf je dat dan ook te zeggen? Dingen waar ze mee te maken krijgen op tv, krijgen ze van alles naar zich toe geslingerd en ze horen veel van oudere broers en zussen en zo. En ze hebben daar toch veel vragen over, dus ik vind het heel belangrijk dat ze dat op school behandelen. Het gaat erom dat iedereen, zowel de jongens als de meisjes, weten wat hun grenzen zijn en weten dat alles wat ze doen bij een ander, dat moet zijn vanuit respect voor een ander. En dat het ook helemaal niet erg is als ze nee zeggen op iets of dat ze zeggen van nou, ik wil dit gewoon niet en ik ga het ook niet doen. De lessen kunnen het hele jaar door gegeven worden of in een projectperiode. De week van de lentekriebels. Een school kan zelfstandig de lessen uitvoeren of ondersteuning krijgen van de regionale GGD. Eigenlijk is verliefdheid dat kinderen of grote mensen op elkaar verliefd worden. Ja, een soort van vlinders in je buik of zo. Je wordt helemaal warm van binnen en je voelt tintelingen. En dat je dan gewoon heel gelukkig bent en dat je dan graag met diegene samen wil zijn. En soms kan twee mannen en twee vrouwen, maar eigenlijk maakt het niet zoveel uit, want het gaat erom als je gelukkig bent. Bestel het lespakket Relaties en Seksualiteit van Rutgers WPF op rutgerswpf.nl. De digilessen zijn te vinden op lespakketrelatiesenseksualiteit.nl. Thank you.
Hey, als je beste vriend homo zou zijn, wat zou jij dan doen? Ik. Ja? Joen? Joen? Ja, wat denk je? Ja. Ik zou niet meer met je omgaan natuurlijk. Nee toch? Nee, duh. Ik zou jou opstaan wachten en verrot schelden. Ja. En helemaal in elkaar beuken. Ja, ah! 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 Wat ga je doen? Ik ga. Jij hebt straf! Ik heb helemaal geen straf. Ik zocht mijn telefoon. Ik zag jullie hier zitten en denk nou, misschien leuke nieuwe vrienden of zo, maar laat maar. Homo. Wat? Kappen man, dat moet je weg. Ben je dan bang voor dat je ook zelf homo moet genoemd? Waarom geef je eigenlijk les? Omdat ik je wat wil leren. Niet alleen lesstof, maar ook over het leven zelf. Over omgaan met tegenslag. En met elkaar. Maar ik snap het niet. Als het niet duidelijk is, leg ik het nog een keer uit. Geen vraag is onjuist en geen antwoord is te dom. Ik ben geen familie. Maar het draagt wel bij aan je toekomst. Ik leer je kritisch te zijn. Maar altijd met respect voor anderen. Want pesten en discrimineren doen we hier niet op school. Maar het gebeurt wel. Het duwen en trekken op de gang. En gemene opmerkingen over mijn geaardheid. Als dat gebeurt, grijp ik in. Soms strikt, maar altijd begripvol. Dat is echt niet altijd even makkelijk. Maar wel een essentieel onderdeel van ons werk. We moeten zorgen dat leerlingen weten dat ze ons kunnen vertrouwen. Want met dat kleine beetje aandacht, dat duwtje in de rug, zijn we er ook als het niet over de lesstof gaat. Daarom kan ik ook bij je terecht als het met mijn vriendje uit is, toch? Precies. En als ik niet weet hoe ik met de situatie om kan gaan, dan kan ik bij een collega terecht. Zoals bij mij. Of bij mij. Of bij mij. Samen maken we moeilijke onderwerpen bespreekbaar. Zoals seksualiteit. Radicalisering. Of cyberpesten. Zo werken we samen aan een veilige school. Benieuwd hoe? School-en-veiligheid.nl Wie weet er trouwens nog waar Napoleon gestorven is? Op pagina 114, meneer.